Een Rembrandt aan de muur. Voor de meesten nog een beetje te duur, maar dankzij een uitvinding van de TU Delft wellicht niet meer. Ze kunnen nu schilderijen scannen en die worden vervolgens levensecht geprint in 3D. We beginnen met een quizvraag. Wat is volgens jou de echte Rembrandt? Is het deze of deze? Ja, dat was misschien niet de moeilijkste quiz. Dit is inderdaad de echte, het Joodse bruidje. Een van de topstukken van het Rijksmuseum. Maar hij wist de bal heel goed na te maken met alle details, zelfs de textuur en de verf. We hebben een scanner ontwikkeld en die werkt eigenlijk net als onze ogen. We hebben twee camera's en dan trianguleren we het oppervlakte. En zo scannen we langs dat hele complete werk. En al die foto's samen worden één gigantische afbeelding. En die wordt vervolgens geprint in 3D. Nog nooit is een Rembrandt zo echt gereproduceerd. Je ziet echt dat hij dikke klodders verf heeft aangebracht als textuur. Zodat als je dit van afstand gaat bekijken, dan lijkt dit dus net op een mouw. En dat is precies wat hij wilde bereiken. En daarvoor gebruikte hij die driedimensionaliteit van die verf. Nog een voordeel van zo'n geprinte Rembrandt. Je kan gewoon voelen. Je kan met je vingers de klodders verf zo aanraken. Nou, dat zou je bij een echte Rembrandt niet zo snel doen. Het Rijksmuseum werkte mee aan het onderzoek van de TU Delft. Niet vanwege het namaken van schilderijen, maar vanwege de scantechniek. Daarmee kunnen ze bijhouden hoe een schilderij veroudert. Vooral die kleine barsjes, krakelures. Wij willen weten hoe dat die dingen veranderen. Want in het begin zaten hier geen krakelures in. Toen Rembrandt het schilderde, was het perfect. Maar verandering van pigmenten, van bindmiddel, geeft dus iets heel anders weer. En dat geeft dat krakelurenpatroon zoals we dat nu zien. Nou, dat krakelurenpatroon dat stopt niet nu vandaag. Dat zal verder gaan. Maar tot wat? Dat weten wij niet. Dat willen wij vastleggen. 350 jaar nadat Rembrandt hem schilderde, blijft het doek dus veranderen. Dat mysterie laat zich nog niet printen. Wat we hier zien, dat is het echte schilderij. Dit leeft haast. Dit springt naar je toe. Dit is het. En dat was het voor nu. Morgen vanaf...